Oké, we gaan verder met de tweede paragraaf van de geofysica voor de atheneum bovenbouw. Die keer gaat over de beweging van de aarde. Nou, bij een aardbeving lopen longitudinale en transversale golven door de aarde heen. Noem drie verschillen tussen longitudinale en transversale golven. Nou, hier staan ze. Longitudinale golven, die is de uitwijking, dus de beweging van de deeltjes zelf in dezelfde richting als de beweging van de golf als geheel. En met transversale golven zijn die twee richtingen van bewegingen, die staan loodrecht op elkaar. Longitudinale golven kunnen alleen maar door vaste stoffen en vloeistoffen. En transversale golven kunnen alleen maar door vaste stoffen. Dat is het verschil. En dan de snelheid. Longitudinale golven verplaatsen zich sneller dan transversale golven. Nou, B. De transversale golven hebben in een bepaalde gesteente een voorplantingssnelheid van 3,4 km per seconde. En de frequentie van die golf is 1,2 hertz. We rekenen dan de golflengte. Transversale golven in een gesteente. Nou, daar hebben we de golfformule voor. Snelheid is frequentie maal golflengte. Snelheid is bekend, 3,4 km per seconde. Moet je even meter per seconde van maken natuurlijk. Een kilo is 1000. De frequentie is 1,2 hertz. Nou, die vul je er allebei in. Hier de snelheid, hier de frequentie. Nou, de golflengte over. Nou, hier is dat gedaan. En dan zie je, de golflengte is dan deze waarde delen door 3. 2,8 x 10 tot de derde meter is dan de golflengte. Dus dat is 2800 meter. 6. Bij het opstellen van zijn schaal ging Richter uit van een aardbeving op een afstand van 100 kilometer. Zo zou zo'n aardbeving een uitwijking geven van 1 micrometer, dus 1 x 10 tot de min 6, op zijn seismograaf veroorzaken. Dan gaf hij die aardbeving een strikte van 0. De schaal van Richter is een logaritmische schaal. Dat betekent dus dat als je 1 punt omhoog gaat op de schaal, dat is maal 10 qua sterkte. Dus 2 punten is 10 x 10 is 100. Nou, de aardbeving heeft een sterkte van 7 op een afstand van een kilometer. Bereken dan de uitwerking op een richterschaal. Oké, 7 punten, dat is dus 7 x 10 keer groter. Dus 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10. Dat is 10 tot de 7e dus. Oké, en het was zo dat het 1 micrometer was. Dat is 10 tot de min 6e meter. Dus je moet die micrometer, 1 x 10 tot de min 7, vermenigvuldigen met 10 tot de 7e. Omdat het 7 punten hoger is. En dat is 10. Meter dan. Oké. Okay. 7. Uit een seismogram van een meetstation kun je de afstand van het epicentrum van de aardbeving tot aan een meetstation bepalen. Je weet dan alleen de afstand, maar niet uit welke richting de golven zijn gekomen. Leg uit dat je met één meting kunt vaststellen dat de aardbeving op een bepaalde cirkel rondom het meetstation heeft plaatsgevonden. Nou, ja, je kan het verschil tussen de P-golven en S-golven, het tijdsverschil, daar kun je uit afleiden hoe ver dat het epicentrum weg is van jou. En jij bent dan in het midden en alle punten in een bol rondom je heen liggen op die afstand daar natuurlijk. Maar je weet zeker dat het op het aardoppervlak is, dus het is geen bol, maar wordt dan een cirkel. Dus vandaar dat je dan zeg maar de straal van de cirkel weet. En op die straal moet het epicentrum dan liggen. Leg uit dat met een schets dat je de meting van drie meters in de plaats van het epicentrum in duidelijk kan vaststellen. Nou, als je twee cirkels hebt en die snijden elkaar op maximaal twee plaatsen, dus op een van die twee plaatsen ligt dan het epicentrum, dan heb je een derde punt nodig om ook de cirkel van te bepalen. En dan is er één punt waarin ze elkaar alle drie snijden en dat is dan het epicentrum. Je kan hier ook. Hier kun je dat ook zien. Hier heb je ook drie cirkels. 1, 2 en 3. Nou, als je nou bijvoorbeeld naar deze en naar die kijkt, weet je wel, die snijden elkaar daar. En dan heb je die derde cirkel nodig om te bepalen waar het is dit punt en niet dat. En dan zou je ook met deze twee kunnen doen. Dat je alleen de rode en de zwart hebt. Nou, heb je hier twee snijpunten. En dan heb je die derde blauwe cirkel nodig om te bepalen dat die het is. Ja, zo gaat het dus. Oké, dan 9. Een model van... Ik doe het goed. Nee, ik moet eerst 8 afmaken. Of had ik het al gedaan? Even kijken. Nee, 8. In figuur B13 zie je de 15 zie je de registraties van dezelfde aardbeving door drie meetstations. Winterswijk, Oplo en Heimelshoeve. Telkens de P en de S-golven. Je ziet dat de S-golven komen altijd later dan de P-golven. Oké, gaan we naar de vragen toe. Toon aan dat de afstand van het epicentrum van de aarde tot aan de meetstation Winterswijk ongeveer 100 kilometer was. Oké, okay, moet je eerst even kijken van oké, okay, wanneer komen de P-golven binnen? Dat is hier, dat is bij 17 seconden. Wanneer komen de S-golven binnen? Dat is bij 30 seconden. Dus het verschil is 30 seconden, 13 seconden als je dat van elkaar afhaalt.
Goed. Je weet de snelheid van... je weet de formule, de afstand tot epicentrum is 8 maal tijdsverschil. Nou, tijdsverschil is 13 seconden, dus 8 maal 13 is 104 kilometer. Hè? Dit is een kilometer, deze. Oké, even naar de B-vraag. Infrarood B16, dat is deze, zie je de lichting van 3 meetstations. De schaal van de kaart is 1 op 2,5 miljoen. Bepaal dan de plaats van het epicentrum van de beving. Nou, oké, dan moet je dus een cirkel tekenen voor Winterswijk, dat is de eerste. Die was dus 104 kilometer. Dan moet je dat natuurlijk met de schaal moet je dat uitrekenen. De schaal is 1 op 2,5 miljoen. Dat betekent dus dat is, 1 centimeter is 25 kilometer. Dus dan is dat 104 gedeeld door 25 is nou iets van 4 centimeter. Op jouw papier is dat natuurlijk goed. Op scherm is dat natuurlijk allemaal anders. Nou, dus dat kun je ook doen voor de andere twee metingen. Hier staat dat het Heijmanshoeve tijdverschil 8 seconden is. Nou, gaan we even kijken wat dat zo is. Hier heb je Heijmanshoeve. Even kijken, dat is hier. Dat is 8 ongeveer. En dit is 16. Dus het verschil is inderdaad 8 seconden. En dan kun je dus omrekenen naar kilometer. Hè. 8 maal 8 is 64 kilometer. Hetzelfde regeltje weer hier. Nou, en als je dat bij upload doet... Dan zie je dat het bij 14,5 en bij 8,5 seconden is. Even checken of het zo is. Hier bij low, 8 seconden en 14,5. Ja, dat is dus 6,5 verschil. 6 verschil, sorry. 14,5 en 8,5. Met het regeltje. 8 maal tijdsverschil. 6 maal 8 is dan 48 kilometer. Nou, en dan moet je dus inderdaad ook nog even twee cirkels tekenen voor Heijmanshoeve. Dat is die blauwe, 48 kilometer, schaal was 21 kilometer, dus dat is net iets minder dan 2 centimeter. Die uitrekenen 1,9. En die van 64 deel je door 25, dat is 2,6 centimeter, dat is dan de rode. Zo. Nou, dan heb je dus 3 cirkels en als het goed is gaan die allemaal door 1 punt en dat is dan het epicentrum. Nou, 9. Een model van de aarde volgt uit onderzoek van aardbevingen. Een groot aantal waarnemingsstations bepaalt hoe lang het duurt totdat de aardbevingsgolven daar aankomen. In figuur B17a is de looptijd van P en S-golven in een aardbeving weergegeven als functie van de hoek alfa. Hoek alfa is een maat voor de plaats van een waarnemingsstation B ten opzichte van de plaats A. In figuur 17b. Oké, eerst maar even naar die figuur. Even let op, dit is een bol en dit is dus een punt op de aarde. En dit is ook een punt op de aarde, dus een bol. En deze hoek die is 90 graden. Dat lijkt misschien niet zo omdat je denkt van, oh, dit is een cirkel. Nee, dit is een tekening van een bol. Dus je moet hem in perspectief zien. Dus deze hoek is 90 graden. Nou, hier heb je dus de grafiek van de hoek tegen de tijd. Voor P-golven en S-golven. Je ziet hier die S-golven die houden op een gegeven moment. Punt. En die P-golven, hey, die onderbreken een tijdje. Daarna komen ze weer. Oké, dan komen we zo weer later komen we daarop terug. Waarom dat het is. Nou, het eenvoudigste model van de aarde is een homogene bol van vast gesteente. In plaats A, daar zo. Vindt een aardbeving plaats. Voor een warmingsstation B, daar geldt dat alfa is 90 graden, dus die hoek 90 graden hadden we net lopen. Toon aan dat het warmingsstation op een afstand van 9,0 maar 10 tot de 6e meter ligt. Kun je doen met de stelling op het taalgras. Dit is een rechthoekige driehoek. Dit is de straal van de aarde. En dit is ook de straal van de aarde, dus die kun je opzoeken. Dat is een AM, dat is deze in het kwadraat, en MW. In het kwadraat, dat is die zijn allebei gelijk aan de straal van de aarde. Nou, die kun je opzoeken op terwijl 31, dat staat die 6, en zo wordt je kan lezen. Die vul je dus in de stelling van Pythagoras. Deze, dat is die, en deze, dat is die. En dan haal je AW over in het kwadraat, dat is deze, of dat is schuine. Nou, dit uitrekenen per rekenmachine, dit ook, bij elkaar optellen, wortel eruit trekken, en dan krijg je deze 9,0 maar 10 tot de 6e meter. En dan moesten we aantonen. Ja, dus deze afstand is 9,0 maar 10 tot de 6e meter. Nou, bepaal met behulp van figuur B17a de golfsnelheid van de P-golven. Oké, dan moeten we natuurlijk in de P-grafiek kijken. En even kijken, deze hoek die was 90 graden, dus dat is hier. Als ik daar dan de tijd bij aflees, dan is dat dus 0,71 maal 10 tot de 2e seconde. Ja, dat is de tijd. De afstand hadden we al, hè, dat we net uitgelegd hebben, dat is deze afstand. Dan is de snelheid wel te bepalen met SS2-T. Dus je voelt de S voor je hierin, T voor je daar, en houdt de snelheid over. Dan moet je die twee op elkaar delen. En dan krijg je dus 1,3 met 10 tot de 4e meter per seconde. Oké. Uit figuur B17a, die dus, blijkt dat er geen S-golven aankomt op waarnemingsstations waarvoor een groep groter is dan onder 3 graden
Dit betekent dus dat de aarde geen homogene bol kan zijn. Een beter model van de aarde is het kernmantelmodel uit figuur B18, dat is deze. Hier heb je dus de kern aan de binnenkant en de mantel daaromheen. In dit model heeft de aarde een homogene bolvorm gekend met daaromheen een homogene vaste mantel met andere eigenschappen. Okay. Dus dit is vast in elk geval. En dit is de kern, we weten niet of die vaste vloeibaar is. Nou, leg uit met behulp van die figuur B17 of de aardkern in dit kernmantelmodel een vaste stof of een vloeistof is. Nou, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Je kan zien, bij 90 graden komen de S-golven er nog doorheen. En die bewegen alleen maar door vaste stof heen. En wordt de hoek op een gegeven moment groter, dan zouden de golven dus door de kern heen moeten gaan, maar dat doen ze niet. Dus is dat geen vaste stof. Die kern moet de vloeistof zijn. Kan niet anders. Ja, en dat is dus bij die hoek van 103 graden. Zit die grens bereikbaar. En die staat hier. Ja. En dat is dus deze hoek. Nou, dat klopt precies. De P-golven gaan er wel doorheen, alleen een beetje vertraagd. Hè? Een beetje vreemd. Oké. Bepaal de straal van de aardkern in het aardmodel van de aarde. Oké, daar gaan we. Dat kun je natuurlijk doen met sinus, cosinus en tangens. Eens even kijken, wat weten we? Deze hoek hier dus is 103 graden nu geworden. Dat is dus deze hoek ook. Nou is het slim om die te verdelen in twee. Dus we hebben hier een loodrechte lijn. Dan is dit de helft van 103 graden en die natuurlijk ook. Dat is 51,5 graad. Dan weet ik deze hoek. Ik weet ook deze van A naar M. Dat is de straal van de aarde. Die hadden we een keer opgezocht bij A. En dan kan ik dus deze bepalen met behulp van sinus, cosinus en tangens. Even denken. Dit is de lange, oftewel de schuine, en dit is de overste, de aanliggende. Dat is sos cos toa. Eens even kijken. Dat is dan de cosinus, hè? Cos of cal. Sos cos toa of sol cal toa. Dus oké, de cosinus van deze hoek is deze gedeeld door die. Dat staat hier opgeschreven. De cosinus van de hoek is ms gedeeld door AM, oftewel de D gedeeld door de straal van de aarde. Nou, de straal van de aarde die weten we, de hoek weten we ook, die is 51,5 graden, dus dat wordt ingevuld. Cosinus van 51 graden is de D-waarde die we zoeken, gedeeld door de straal van de aarde, ja, we hadden opgezocht. D is dan het product van die twee, die moet je met elkaar vermenigvuldigen. Nou, komt 3,97/10 tot de zesde meter uit. Oké, een waarnemingsstation op half 580 graden, dus dat is recht aan de overkant. Neemt P-golven waar die dwars door de aarde zijn gegaan. Deze golven hebben een langere looptijd dan de looptijd die je als volg van het eerste stuk van de grafiek voor de golven extrapoleert. Zie je figuur naar de tweede streeplijn. Dus je zou verwachten dat die zo door gaat lopen of streepen, maar ze komen er vertraagd aan. Oké, is de golflijn van de P-golven in de aardkern groter of aarde dan in de aardmantel? Nou, de afstand is natuurlijk gelijk. Of nou een mantel zit of een kern zit of dat het één homogene massa is, maakt voor die afstand niks uit. Het duurt langer dan je verwacht. Doordat dit de kern blijkt te zijn, dan is de snelheid dus lager. Ja. Oké, dat is paragraaf 2. Het volgende filmpje gaan we verder met paragraaf 3.